het idee van Antoine Deul, een museum, wat nu in Washington, de First Real African American History Museum. Hoe belangrijk is dat? Is dit een oplossing voor Nederland, dat we dat hebben voor de archieven, voor, ja, voor onze eigen representatie, voor onze eigen beelden? Simone, je bent nog steeds emotioneel ziek. Nee, hij staat vast. Hij gaat vanzelf aan. Ja, hij kijkt naar je. Nee, niet emotioneel, maar het moet wel gewoon het moet gezegd worden. Ja, ik ben heel blij dat je het zegt. Nee. Absoluut. Mag nog een applaus voor wat er gezegd wordt. Maar een eigen plek, een eigen museum. Belangrijk. Er moet een eigen museum zijn, maar het moet ook kunnen in een regulier museum, om het zo maar te zeggen. Dus het is en-en, niet of-of. En-en. Ik geloof niet in dingen als van, als je een minder koloniaal museum wil, dan moet je het maar zelf gaan starten. Je moet zelf een museum ook kunnen starten. En een museum moet minder koloniaal zijn. En dat kan naast elkaar bestaan. Dankjewel. Chandra, jouw reactie erop? Ja, ik ben het er helemaal mee eens. Ik denk dat het idee van verandering, dat idee dat heel snel kan door een zwarte curator ergens aan te stellen, om een event te organiseren. Niet als gastcurator, maar vast. Ja. Maar dat soort kleine interventies zijn niet genoeg. We hebben het inderdaad over, ja, tuurlijk, je kan een nieuw museum starten, je kan een zwarte curator ergens aanstellen, maar zolang we niet over bepaalde dingen op universiteiten en scholen spreken, zolang we in de politiek over bepaalde dingen niet spreken. En het feminisme. En het feminisme, dat zijn gewoon een soort van kleine veranderingen. Dat brengt niet iets teweeg. Het moet gewoon maatschappelijk breed, zeg maar, voor de hele linie. Mm. Ja. Ik kijk naar jullie, ik kijk naar de zaal. Wie? Ja, dat is goed. De cameraman staat echt gezellig in het midden. Ja. Dus ik de hele tijd omlopen, gaan we buiken in. Dat is goed. Bedankt allebei, het was inspirerend en informatief en gewoon heel fijn om naar te luisteren. En ik ben het helemaal mee eens met dat er een museum moet komen en dat die archieven moeten ontspit worden. Omdat, eigenlijk wat ik net ook al zei, ik heb het idee dat er elke 5 jaar of elke nieuwe generatie opnieuw het wiel aan het uitvinden is. En opnieuw zeg maar tegen dezelfde problemen aanloopt. En dat er niet ergens een soort centrale plek is waar zeg maar die, maar de fakkel wordt doorgegeven, als het ware. En ik heb zelf ook een beetje, ik had toevallig mazzel dat ik in het ISG helemaal rond. Nou, het is ongelooflijk wat je daar allemaal vindt. En ik ben heel erg voor zo'n museum. En dat die archieven daar ook op een of andere manier, dat het toegankelijk gemaakt wordt. En dat niet elke 10 jaar op het wiel opnieuw uitgevonden moet worden. Het is bijna tragisch om waar te nemen. Maar goed, hoe? Wie heeft een idee hoe we, want inderdaad, weet je, ik loop ook een tijdje mee. Ik voer deze gesprekken ook al vanaf mijn 16e zo ongeveer. Hoe kunnen we zijn hier nu bij elkaar met denk ik echt heel veel movers en shakers, jonge intellectuelen, mensen van het eerste uur. Wat gaan we nu doen? Heeft iemand een idee, een suggestie, een wild plan? Want Lindsay is hier, Quincy Darius, we zijn hier met... Misschien via de rechter spelen. Via de rechter spelen. Ja, ik bedoel, gewoon iemand gezegd, gewoon dwingen. Ja. Wat ik al gedaan heb eigenlijk, gewoon dwingen. Gewoon vertel, wat heb jij gedaan? Nou ja, ik heb natuurlijk de zaak Rawakadi, de oorlogsmisdaden van Nederland en Nederlands-Indië. En bewust noem ik dat Nederlands-Indië, omdat de geschiedvervalsing zegt Indonesië, omdat Indonesië niet erkend is. De soevereiniteit is 27 december 1949, dus tot en met die datum is het Nederlands-Indië. Ja. Dus ja, ik heb die gevoeligheid heb ik toch doorbroken door via de rechter te doen. Omdat ik iedere keer weer tegen een muur aanloop. En ik heb hier wat mee om eventjes te voelen, hè. Dit is Pieter Soenkoen, wat ik mee heb. En Pieter Soenkoen, die gaat uitdelen door de Koningshuis. Dus ik zou zeggen, kijk nou eens wat dit is. En kijk dit wat het is. Derde dinsdag van september, hè? Ja. Dinsdag de Gouden Koets. Ja. Dus sta nou eens even goed bij stil, hè, andersom. Sta er zo goed bij stil. Kijk nou eens goed naar die beelden hier. Ja. En kijk nou wat het is. Geef maar eens even toe. Geef maar eens even toe. Ja. Ga maar eens voelen. Maar met de mensen, niet die mensen die zijn vermoord, hè. Dat hele banda is gewoon vermoord.
Dat hele eiland banden en staat gewoon vermoord. Simone, jij wil hierop reageren? Kom nee, ik zei meer voor de mensen die nu allemaal denken dat ze allemaal iets moeten gaan checken tijdens het gesprek. Dat leidt misschien af, dus het kan misschien ook daarna even bij liggen bij de... Precies, ja. We kunnen doorgaan, maar het is natuurlijk, ja, het is te zien. Ernestine, ja. Ja. Nee, ik wou... Sorry, ik had net een hoestbuitje. Nee, ik wil zeggen, dit is de decade, toch? Of people of African descent. Mm. Dus in deze 10 jaar moeten wij het een en ander gewoon werkelijk afdwingen. En we kunnen wel roepen dat we het allemaal zelf moeten, maar waar zijn de miljoenen? Waar zijn de miljonairs? Ja. Dus die zullen we nodig hebben. Dus we kunnen het niet helemaal alleen. Maar we kunnen, dus we hebben het recht om zaken af te dwingen. En nu zou de regering, de Nederlandse regering, een stap moeten kunnen doen. Maar daar hebben wij iedereen nodig om te zeggen, aan het eind van de decade of op de helft van de decade moet de eerste paal geslagen worden voor de, you know, the Black Museum. Ja. Dat is mijn voorstel. Oké, nou ik hoop binnen 10 jaar, dat hoop ik toch wel. Andere mensen in de zaal, reacties, vragen, opmerkingen? Wilde ideeën? Ik heb eentje die wel een beetje wild is hoor. Simone, hè? Ja. Simone, you're hilarious. Simone, misschien is het een idee om al die mensen die macht hebben en die dingen wel bepalen tot nu toe, en dat ben jij niet en ik ook niet, om die uit te nodigen voor tours door die musea en dan je verhaal te houden. In een attempt to kind of laat some insight to develop, weet je, zoiets hè. En het gaat bij mij erom, je vertelt het verhaal hè, ik lig hier in een deuk, een soort van, het is tragisch, maar ik kan de humor ervan inzien hè. Maar ik ben ook een beetje psycholoog ergens en ik denk oké, wat doet dit verhaal zo met witte mensen? En dan denk ik, we want to go somewhere. That's the, we willen ergens naartoe. En dan denk ik, oké, dit, als ik hier zit als wit mens, denk ik, oh my god. En dan zeg ik niet van, het zou niet zo moeten zijn. Nee, wat ik eigenlijk wil zeggen is... Heb je het nou voor toon aanpassen, toonmatigen? Nee. Ik heb het over, we willen iets bereiken en we moeten dus doen wat nodig is om dat te bereiken. Hè? Het is niet toon aanpassen. Maar je wilt wel een ruimte vinden waarin het gesprek nog... Maar is dat iets wat we al heel lang doen? Is dat zo? En proberen? Zichtbaarheid, zelf dingen opzetten, wachten tot, tot het gezien wordt wat we doen. Oké, nee, want ik ben dus helemaal niet van die stroming. Ja, begrijp me niet verkeerd. Ik ben helemaal niet van die stroming. Maar toch zoek ik, misschien dat ik een dagje ouder word ook, weet ik niet. Dat ik toch ergens zoek naar, hoe kan ik zonder noodzakelijkerwijs tone down, toch die anderen nog een beetje binnen krijgen, want ik wil ze hebben. Om de mensen binnen boord zien te krijgen, de beslissers. Reactie daarop, we moeten de beslissers binnen boord zien te krijgen. Ben ik het mee eens, ik ben het nooit mee eens om de toon te matigen, want dat is niet nodig. Nee. Achterin de zaal staat Wayne Marders, die net ook al hier in het panel zat. En hij is een van de mensen met wie we samenwerken voor die Colonizer Museum. En een van de dan machthebbers binnen het museumwereldje. Niet wereldje, wereld. En hij heeft ons altijd heel erg erbij gestaan. Waarbij we de hashtag hebben gelanceerd. En door never de toon aan te passen. Want wat er gebeurt, ook wat er te zien is, is niet aangepast. Ja. Ik wil prima mijn toon aanpassen als de beelden minder gewelddadig zijn. Maar dat zijn. Doet ze ook niet hoor. Nee, maar om aan te geven van sommige mensen... Maar het wordt veel gezegd. Soms werd het wel gevraagd van het zou kunnen, maar als het iets gematigder was. Ja, maar nee, waar we tegenaan lopen, is ook niet gematigd. Nee. Als wij hele heftige woorden moeten lezen, maar mensen als Wayne, mensen als Dr. Lau van Broekhoven, die waren wel degelijk geïnteresseerd in het project. En want je hebt de gesprekken gevoerd en je hebt toch ook wel eens mensen rondgeleid? Vertel er eens over. We hebben een interventie gedaan in het Droogmuseum, waarbij er allemaal verschillende grote gele borden door het museum heen geplaatst werden, met kritieken op de huidige collectie. En wij hebben conferenties hadden georganiseerd waarbij mensen echt konden luisteren, maar wat is onze visie op het museum? Ja. En daar stonden ze voor open en het ging niet altijd makkelijk vanaf het begin. Gelukkig wel bij Wayne en Laura, maar niet met andere mensen in het museum. Maar heel veel van ze zijn wel, laat me zeggen, bijgedraaid. Er is iets gaan bewegen misschien. Er is iets gaan bewegen en je ziet wel een verandering. Maar die verandering was er misschien sneller gekomen als we het anders hadden aangepakt. Maar hij is er nu alsnog. En ik vind dat je wel een verandering je ook teweeg wil brengen. Je moet wel naar jezelf kunnen kijken in de spiegel en kunnen zeggen van, maar dit is hoe ik het had willen doen. Can I just thank you so much for pointing that out, because I just want to read
this situation right now, because we have an amazing presentation that basically talks to a white audience. Then we have some sort of, not, there's not a penalizing, but how can you talk to white people like this in order to move forward? I think that's actually the wrong question to ask. We did not have a, we had pointed out that when Esther Schroeder and the other person, white person, were on the podium, no one told them how to talk to black people. And I think that's where the problem is, where the dysfunctionality is, because there's like nothing wrong in this presentation. It's nothing wrong to point out whiteness, and there's nothing wrong to point out feelings, and it is an emotional process that, you know, that has to happen, but this is not a safe space. And it's not going to be a safer space if we start attacking each other as black people, because this is what happens, and this is what actually is part of systemic racism. Please let me correct that. It was not my intention to attack. That is not... No, that was not your intention. That is not the intention. If it came across like that, that's not what I meant. And I think what I want to discuss, maybe this is not the place to discuss it. Exactly. It's not the place to discuss it. Okay. But I can correct that, you know? Thank you, though. Thank you. Ja, we hebben een vraag van Jessie. Hoi. Van NUC. Ja, mijn naam is Jessica Diabreu. Ik ben van New Urban Collective. En we zijn momenteel bezig met het opzetten van een soort bibliotheek. We zijn begonnen vorig jaar met boeken van Waldo Huibron, onze socioloog, die vanuit een niet-westerse perspectief keek naar het Nederlands slavernijverleden. Nou ja, zijn nalatenschap was dus 2000 boeken. Daar zijn we een bibliotheek van opgestart. We zijn begin dit jaar is dat uitgegroeid naar ook de collectie van Vereniging Ons Suriname, waardoor we het niet alleen een bibliotheek konden noemen, maar een, eigenlijk gewoon een historisch archief van zwart verzet in Nederland, van zwart cultuur in Nederland. En ik keek dus naar de presentatie van Gandra Frank, en wat mij voornamelijk heel erg binnen zit is, wat ik ook tegenkom in andere instituties, ze zien niet de culturele waarde of de waarde van bijvoorbeeld de foto van Audre Lorde, of bijvoorbeeld Audre Lorde met Gloria Wekker erbij en iedereen daarbij. Dus eigenlijk, als ik het ook heb over decolonizing the museum, waar we niet alleen moeten focussen op inderdaad het verhaal te veranderen binnen institutie, maar ook dingen zelf durven op te zetten. En mijn persoonlijke ding is bij decolonizing the museum, also give our stuff back. Dus ook als mensen zien bijvoorbeeld foto's of dingen wat van die grote historische waarde is voor de zwarte gemeenschap, dat we ook die dingen ook terugvragen, want wij zien het wel in en we maken het toegankelijk voor onze eigen gemeenschappen. Dat zou misschien een insteek kunnen zijn voor een rechtszaak. Ja, en wat voor mij voornamelijk ook het ding is, je moet ze allebei doen, beide instituties. Je moet die instituties veranderen en je moet het ook zelf op focussen. Voor mij, waarom ik gestart ben met die bibliotheek, het opzetten van die Black Archives, omdat mijn gemeenschap niet langer kan wachten. Dankjewel, dankjewel. Wij gaan, ik wil heel erg Chandra en natuurlijk Simone ontzettend bedanken voor jullie prachtige presentaties. Bedankt ook jullie allemaal voor het meepraten. We kunnen even met elkaar verder praten in de pauze. En na de pauze performance van Quincy en het laatste panelgesprek.